Groesbeek ligt als voetbaldorp achter als het gaat om meisjesvoetbal. Daar moet verandering in komen, vinden diverse clubs in het dorp. De Groesbeekse voetbalclubs DVSG, Germania, Achilles 29, De Treffers en Groesbeekse Boys zijn in samenwerking gestart om meisjesvoetbal te stimuleren. Het voetbaldorp Groesbeek kent 6 voetbalclubs, maar toch ligt het percentage meisjes dat voetbalt lager dan in het landelijk gemiddelde. Henk Albers werd door de club gevraagd om een samenwerking mogelijk te maken en dat is gelukt. Het plan, ja. Het blijkt dat in Groesbeek eigenlijk het meisjesvoetbal achterblijft ten opzichte van de rest van Nederland. In Groesbeek is het 8% en in Nederland is dat 14%. En dat terwijl in Groesbeek heel veel voetbalclubs zijn, 6, maar van 5 met een jeugdafdeling. En dan kunnen die meisjes allemaal terecht. Alleen het probleem is dat ze dan een paar meisjes in een elftal hebben en dat ze dus niet echt in een meisjesteam kunnen voetballen. En het plan is dat voor meisjes vanaf ongeveer 12, 13 jaar, dat ze dan samen in een team kunnen spelen met meisjes van andere clubs, hè, dus van verschillende clubs. En dat ze dan echt als een meisjesteam gaan trainen en in de competitie mee gaan doen. Dat is het plan. Tot aan de JO12, dat zijn de meisjes dus tot 12 jaar, die voetballen nog gewoon bij de jongetjes en dat gaat prima. Maar boven de 12 jaar, dus zeg maar de middelbare schoolleeftijd, dan zie je dat de meisjes afhaken en we hebben voor de rest niks te bieden voor ze. Dan gaan de jongetjes gaan verder met het voetballen, alleen de meisjes ja, die geven ze het lidmaatschap dan op. Dus dat is zonde. De Groesbeekse clubs zijn positief gestemd over de samenwerking en zijn ambitieus over de toekomst. We zien ook natuurlijk een hoop meisjes onder die leeftijd die heel enthousiast zijn om in die lagere teams te spelen. En we denken, als we allemaal de schouders eronder zetten, dat we steeds meer meisjes betrekken in ons streven naar meer meisjes te laten sporten en vooral voetballen. Dat we gewoon een goed platform zijn, een goed klimaat bieden om te komen voetballen. En nou, Germania ondersteunt dat ten zeerste. Het is sowieso prettig om met Groesbeekse clubs samen te werken. En eigenlijk is de ambitie, en dat is het mooie ervan, dat al die meiden kunnen gaan voetballen. En wij merken dat per vereniging kunnen wij geen teams samenstellen. Dus dan zijn we wel afhankelijk van de andere Groesbeekse verenigingen. En dat maakt het ook leuk. Nou, we zien hier zeker potentie in. Op dit moment haken ze gewoon af, dus ze stoppen met voetballen. En er liggen echt wel mogelijkheden. Afgelopen jaar hebben zich 5 meisjes aangemeld van de JO16, JO17. Alleen we hadden niks te bieden. Die hebben we mee laten trainen bij de dames elftallen die we hebben. Alleen het leeftijdsverschil is te groot, dus die meisjes stoppen. Dus er ligt echt wel potentie. Er zijn ook al plannen gemaakt om de Groesbeekse meisjes te interesseren in het project. Dus we willen een clinic organiseren in april, mei, als het een beetje mooi weer is, op een van de sportparken. En zoveel mogelijk meisjes die nog niet voetballen uitnodigen en daar kennis laten maken. Kika van Es, de oud-speelster van Ajax en Nederlands Elftal, die werkt daaraan mee. En op die manier proberen we het aantal voetballende meisjes te verhogen, waardoor we in de loop van de jaren teams op kunnen gaan bouwen. Dus dat we steeds meer meisjesteams actief hebben in Groesbeek die deelnemen aan de competitie samen. Het is al 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Sindsdien zijn er veel opvangplekken voor Oekraïnse vluchtelingen in het land. Zo ook het cruiseschip in Druten. Maar hoe is het voor de vluchtelingen om daar te wonen? En hoe kijken zij naar de toekomst? There's a lot happened in past 2 years. There was good and bad, but I like being here in the boat because it's like the only place I can feel safe. Ik vind hier heel erg leuk. Ik kan alleen maar geweldige woorden zeggen over mensen hier, over het dorp en over de boot en eigenlijk over alles. Ik ben heel blij hier. Ja, ondertussen 2 jaar verder. Ik denk dat wij hier een hele plezierige en prettige locatie hebben in Druten. En ondertussen is er wel de gewenning. Ze zijn er al een tijdje. En je ziet nu gewoon dat mensen al hun weg hebben gevonden. Ondanks dat Anna en Ina heel blij zijn met de plek waar ze nu verblijven, was het eng om te moeten vluchten naar een onbekend land.
Ik herinner het begin van de oorlog alsof het gisteren was, want we woonden in het gebied waar het nu onder Russen is en juist de eerste bom is op ons gebied gevallen. Het was really scary. I didn't know what to expect abroad. It's like an unknown country, different, all, like totally different mentality and situation. Dat wat ik wel merk in de gesprekken met de mensen is dat er wel onzekerheid is. Dus eigenlijk al vanaf het begin af aan van, ja, wat gaat er gebeuren? Ondertussen zitten ze hier al 2 jaar. En ja, de vraag is van wanneer kunnen we terug? En natuurlijk komt dan ook de vraag, en als we terug mogen, willen we nog wel terug? Want er zijn er sommigen die zijn hier zo geïntegreerd, die zeggen van, ja, ik wil eigenlijk liever blijven. It's really hard to say about my dreams. My dreams is free Ukraine and that my home is safe and I can go back there and live my life with the people I know, with the language I speak. Я думаю над этим вопросом, поскольку мой муж военный. Mijn echtgenoot is een militair en eerst natuurlijk wat ik wil dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij is en dat mijn man levend terugkomt. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik weet niet wat ik verder zou gaan doen, want mijn stad waar we woonden is bezet door Russen. En dus daarom kan ik eigenlijk moeilijk plannen maken. Natuurlijk wil je terug naar Oekraïne, naar je eigen land. Maar aan de andere kant, ik vind Nederland ook ontzettend geweldig. En dit is net als het tweede vaderland voor mij geworden. Vanmiddag laat de gemeente weten dat de opvanglocatie verlengd is tot 2026. Burgemeester Sigrid Zengers zegt hierover het volgende. De meeste Oekraïense vluchtelingen hebben hier hun leven weer aardig opgebouwd. Ondanks de oorlog in hun thuisland en de zorgen en onzekerheid die dit met zich meebrengt. Het schip heeft beperkingen, vooral voor een langdurig verblijf. Toch zijn we blij dat we op deze manier iets voor hen kunnen betekenen. Natuurlijk blijven we ook in contact met de omwonenden. Het voortzetten van de opvang op het schip moet een passende oplossing voor iedereen zijn. Want zolang het nodig is, willen we de vluchtelingen uit Oekraïne een veilig onderdak bieden. De daders van de overval op het Bastion Hotel in Nijmegen op 1 februari zijn vlak voor hun daad gesignaleerd bij de McDonald's aan de Wiegerseweg. Dit gebeurde rond 11:50, enkele minuten voordat ze het hotel aan de andere kant van de Graafsebrug zouden overvallen. De mannen reden met een bedekt gezicht op een scooter in tegengestelde richting door de McDrive. Hier bonsten ze op de ramen, maar medewerkers vertrouwden het niet en deden niet open. Op het terrein van het restaurant spraken ze nog met een passant. Deze man wordt gezocht door de politie, omdat het een belangrijke getuige kan zijn. Er is nu dus ook sprake van 2 daders, waar de politie eerst nog uitging van 1 verdachte. Beide mannen zijn nog niet gepakt. De Britse man, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een drugslab in Herveld, blijft 3 maanden langer vastzitten. Het lab kwam begin februari aan het licht, na een explosie. De Brit vluchtte vervolgens in een auto, maar kon dezelfde dag nog worden gepakt. De politie heeft de zaak nog altijd volop in onderzoek. Herveld werd maandag 12 februari opgeschrikt door de vondst van een drugslab in een schuur in het dorp. Die ochtend hoorden meerdere omwonenden een harde knal op het bewuste terrein aan de Merkenhorststraat, pal naast de snelweg A50. Agenten hielden bij de schuur 7 mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het lab. Ze werden geboeid afgevoerd, maar zijn enkele dagen later weer op vrije voeten gesteld. Ze blijven nog wel verdachten. Ook burgemeester Bruls reageerde vandaag op het nieuws dat NEC zich geplaatst heeft in de finale van de KNVB-beker. Hij vond de wedstrijd tegen Cambuur van afgelopen dinsdag uitermate spannend. Het was natuurlijk uitermate spannend en ik heb zeker toen ik thuis kwam tot de laatste minuut gekeken. Het was wel heel erg spannend en ook in de appgroep van het college ging het op en neer. Er waren meerdere heel erg bij betrokken en dit is natuurlijk een fantastisch succes voor de ploeg. En je weet altijd bij één zo'n wedstrijd, tegen wie je ook speelt, of het een hele sterke of een wat zwakkere tegenstander is, je hebt altijd een kans om te winnen. En ik denk dat dat ook het mooie is wat nu gebeurd is. Dus op naar 21 april, op naar de Kuip. Na een maand vol herdenkingen aan het bombardement op Nijmegen wordt deze donderdagochtend afgesloten met het samenstellen van een tijdscapsule. In een speciale metalen box worden allerlei herinneringen geplaatst aan het Nijmegen van nu.
Pas over 45 jaar, wanneer het bombardement 125 jaar geleden is, zal deze doos aan herinneringen weer worden geopend. De tijdcapsule is een capsule waarin we Nijmegenaren jong en oud gevraagd hebben om hun dromen in te stoppen, hun verhalen over de toekomst. Hij wordt over 45 jaar geopend en is het 125 jaar na het bombardement op Nijmegen. De stalen deus die we gemaakt hebben, die over 45 jaar weer geopend gaat worden. Er komen allemaal verhalen in die vanuit nu komen. We hebben een bijzondere maand februari achter de rug, 80 jaar herdenking van het bombardement. En die tijdcapsule is eigenlijk een hoopvolle afsluiting van wat natuurlijk een vreselijk traumatische gebeurtenis is geweest voor de geschiedenis van de stad en voor al die mensen die het toen hebben meegemaakt. Met deze tijdcapsule krijgt het herdenken van het bombardement op de stad een positief einde. De doden van het bombardement van 22 februari 1944, die hadden ook allemaal dromen. De dag ervoor, die hadden hoop. De een wilde wielrenner worden, de ander wilde dierenverzorger worden, de ander wilde gaan trouwen. Ja, dat moet je herinneren. Je moet niet alleen de namen herinneren, maar ook hun dromen. Want de dromen is hoop voor de toekomst. En met die tijdcapsule kijk je ook vooruit. Dan durf je te spreken over de hoop en de wensen voor een betere toekomst. Ouderen en jongeren die mee doen. Dus we begonnen eigenlijk 1 februari met tal van herdenkingen. Triest, dramatisch, zwaar. En we eindigen nu toch met een hoopvolle toekomst. En dat is denk ik wat we als mensen en ook als Nijmegenaren altijd nodig hebben. Hoe zwaar het ook is, je moet ook vooruit willen kijken en het positieve willen zien. De tijdcapsule gaat pas over 45 jaar weer open. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? Dat we elkaar nog steeds opzoeken, dat we nog steeds dingen organiseren, de hand vasthouden waar we in Nijmegen goed zijn. Maar ook dat ik hoop dat we niet helemaal overgeleverd worden aan de machines. Want dat is iets wat ik persoonlijk misschien nog veel groter betekenis vind dan andere dingen die op de wereldbol spelen. Die overname door artificial intelligence, kunstmatige intelligentie en de invloed van computers en machines. Opvallend veel jonge kinderen hopen dat NEC een keer kampioen wordt. Nou, wat is nu mooier dan net, ik heb er een krant in gestopt waarin staat NEC gaat naar die finale in de Kuip. Nou, in 2069 zien ze dat NEC naar de finale in de Kuip ging. Wat ze nog niet weten, dat ze daar gaan winnen. Maar dat vertellen we ze later. Na een droge start kregen we vandaag weer met de nodige regen te maken. Deze regen zal vanavond het land weer uittrekken en dat maakt plaats voor een mooie start van de vrijdag. Morgenochtend kan de dag nog grijs van start gaan, maar al snel klaart het op en wordt het een mooie zonnige dag. Vanaf het einde van de middag krijgen we met een nieuw regengebied te maken. Daarbij staat een stevige zuidenwind, bij een graad of 11. In het weekend blijft het licht wisselvallig, maar zijn er ook droge en zonnige momenten. In de nieuwe week neemt de neerslagkans verder af en voelt het meer lenteachtig aan. De temperatuur verandert niet veel en blijft rond de 10 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 29 februari. Kijk op onze website voor het laatste nieuws. Hier vind je onder meer een bericht over de bijzondere nominatie die Nijmegen vandaag als stad heeft ontvangen. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan!